Wie is het allerleukste konijn? Dat is Bobo. Waar willen Tjerk en Krabbel steeds zijn? Bij Bobo. Wie heeft de bovenste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Snuffel, snuit, ik ruik iets. En als mijn snuit me niet bedriegt, dan zijn het... wortelkoekjes! Vast een verrassing voor morgen. Laat ik er vast eentje proeven, want je weet maar nooit of ze wel goed gelukt zijn. Hey, dat was een verrassing voor morgen. Ja, dat dacht ik al. Nou, blijf er dan ook van af. Oh, maar ik had er zo'n zin in. En morgen zijn ze misschien wel bedorven. Onzin. En straks blijft er niks meer over voor mij. Oh, Bobo, Krabbel. Dat is een verrassing. Voor morgen. Precies. Dus nu snel in hazenpas naar bed. Yes. Gesnapt. Bobo, wat doe je nou? Stil. Hij slaapwandelt. We moeten hem niet wakker maken. Straks valt hij nog. Is dit niet weer gewoon zo'n Bobo-streek? Hij slaapt toch? Slaapwandelen was een geweldig idee. Wat zeg ik? Een smakelijk idee. Mama? Een koekje? Nee, absoluut niet. Jij gaat eerst ontbijten en dan mag je daarna later op de dag een koekje. Ja, maar Bobo, wat is er met mij? Je weet helemaal niet meer wat er is gebeurd, hè, vannacht. Is er iets gebeurd dan? Geen idee. Ik lag zo lekker te pitten. Oh ja, heel lekker. Je bent een slaapwandelaar, net als opa. Oh, die werd altijd wakker in de tuin. Oh, mam! Bobo heeft vannacht aan de koekjes gezeten. Oh ja? Heb je daar bewijzen van? Nee, en daarbij, je weet helemaal niet wat je doet als je slaapwandelt. Nee, ik had geen idee wat ik deed. Hoi, iedereen! Hi, Tjerk. Ga je mee voetballen, Bobo? Ik pak even snel een bal, Tjerk. Prima! Dus ik wil bewijzen dat meneertje Bobo niet echt slaapwandelt. Help je me? Oh, daar is hij. Vooruit. Krabbel! Is het echt waar van die enorme snoepschat? Zit die echt bomvol met chocolade en dropjes en wortelkoekjes? Wortelkoekjes? Ja, maar hij ligt wel op een zeer geheime plek, hoor. Mondje dicht. Maar hij ligt in de onderste keukenkast aan de linkerkant. In de onderste keukenkast? Ja, aan de linkerkant. De hele dag keek ik uit naar de nacht. Want een snoepschat, die vindt een echte Bobo zelfs in zijn slaap. Is dit een bewijs of is dit een bewijs? Ja, dit is een bewijs. Ik heb nog nooit een slaapwandelaar met open ogen een kistje zien vinden. In de onderste keukenkast. Aan de linkerkant. Wat heb jij hierop te zeggen, mannetje? Het waren ook zulke lekkere koekjes. Maar dat telt zeker niet, hè? Nee. Lach eens naar het vogeltje. Moeder, valt hier niks te lachen. Wat ik ook als straf kreeg, het was mijn verdiende loon. Snuit van snuit.